Welkom bij het Miniworld nieuws van december 2014. We hebben een groot aantal aanwinsten in onze miniatuurwereld voor deze uitzending. De Kuip, Facilicom, de Koepelzeeburg, Diergaardenblijdorp, de Van Gentkazerne. We hebben twee politiebureaus aan het Doelwater en de Veilingweg. En we hebben een hele grote uitbreiding op stapel staan voor onze kelder met het thema Engeland-Schotland. En ons restaurant is verbouwd. Kortom, we hebben hartstikke veel te laten zien, dus dat gaan we lekker doen. Op 17 oktober 2014 was het zover. De Kuip in miniatuur was gereed en we hebben hem toen onthuld met Gerard Meijer, clubicoon van Feyenoord, en Jan van Merwijk, directeur van de Kuip, in bijzijn van tientallen Kuip-supporters die speciaal voor de gelegenheid naar Miniworld waren gekomen. Zoals jullie weten kan je jezelf ook in miniatuur op de tribunes van de Kuip plaatsen. En de eerste supporters die dat hebben gedaan, hebben we in december ook fysiek hier in miniatuur in de Kuip geplaatst. Wil jij nou ook jouw steun aan de Kuip in miniatuur laten zien? Koop dan voor 5 euro een poppetje op de website van ons. Je kan meer informatie vinden op de link die je onder in het scherm ziet. En zo kan je jezelf vereeuwigen in de Kuip in miniatuur. Vooral doen. Op 29 november 2014 werd in Oostvoorne de echte grote Koepelzeeburg onthuld. Bij ons kon je hem al een jaar zien. We hebben destijds al de maquette van de koepel in miniatuur gebouwd. En niet in de laatste plaats hebben wij ook een kleine maquette gebouwd voor in het bezoekerscentrum van de koepel in Oostvoorne. Naar aanleiding van de opening heb ik het bestuur van de stichting een hele mooie foto overhandigd van de koepel Zeeburg in onze miniatuurwereld, die ook een plaats zal krijgen in het bezoekerscentrum bij de koepel in Oostvoorne. 26 november is de Van Gentkazerne in de miniatuurwereld onthuld door de plaatsvervangend commandant Den Hartog van de Van Gentkazerne. Het was een hele mooie, spectaculaire ceremonie waarbij we zelfs met vuurwerk in de miniatuurwereld de Van Gentkazerne zichtbaar werd gemaakt aan alle genodigden onder tromgeroffel van de tamboers en pijpers van de Marinierskapel. Vele stichtingen, bedrijven en particulieren, waaronder veel mariniers en oud-mariniers, hebben hun betrokkenheid getoond bij het project door zichzelf op het exercitieterrein in miniatuur weer te laten geven. Mariniers en Rotterdam hebben een hele rijke historie samen. Wat we dus hebben gedaan is gezegd van wij willen de Van Gentkazerne nabouwen in miniatuur en daarmee aan de ene kant een eerbetoon aan de mariniers geven, maar aan de andere kant een impuls geven aan het historisch besef van wat de mariniers voor Rotterdam hebben betekend. Facilicom heeft hun hoofdkantoor geplaatst in onze miniatuurwereld. Fantastisch gebouw, het is ook gelijk het hoogste gebouw van onze miniatuurhaven. Facilicom is het moederbedrijf van bedrijven zoals GOM, Breyer, Trigion en de Tapwacht. Op diverse plekken in onze miniatuurwereld kan je deze bedrijven ook daadwerkelijk aan het werk zien. Dus let goed op en zoek de werkscènes op. Deze maquette hebben wij gebouwd naar aanleiding van de opening, de officiële opening van het complex aan de Veilingweg door burgemeester Abu Taleb. En eenzelfde maquette komt ook bij ons in de miniatuurwereld te staan, maar ook van de locatie Doelwater. Kortom, ook de politie Rijnmond is strakjes ruim vertegenwoordigd in onze miniatuurwereld. Het is een maquette van het politiebureau Veilingweg, maar dan niet voor ons, maar echt voor de politie zelf. Dus deze maquette komt daar in dit gebouw te staan. Ze zijn ongeveer anderhalve week gebouwd en omdat het een maquette is, is het ook wel gestileerder dan de manier waarop wij op onze eigen miniatuurwereld maquettes bouwen. Op dit kavel komt straks een weergave van Diergaardenblijdorp in miniatuur. Dat is een heel mooi project, dat gaat in april klaar zijn en we doen dat samen met de vrienden van Blijdorp. Hier komt dus een hele weergave van Diergaardenblijdorp in miniatuur. We hebben dit terrein schoongemaakt, wat eerst natuurlijk Metropolis was. Metropolis hebben we verhuisd en op dit hele nieuwe gebied gaan we dus nu Blijdorp bouwen. Om Metropolis te verhuizen was nog wel een probleem. We hebben qua elektronica zijn we 2 dagen bezig geweest om dat dus te kunnen verwijderen met alles wat erbij zat, softwarematig, maar ook hardwarematig. Daarna hebben we zeg maar een dag besteed om dus alle poppetjes, alle tenten en alle feestwerkzaamheden weg te halen. Dus alles bij elkaar is om Metropolis te verwijderen, was een aardig karwei. De komende anderhalf jaar bouwen we aan onze grootste uitbreiding van de miniatuur sinds 2009. Namelijk Engeland, Schotland in miniatuur.
In deze ruimte waar ik nu sta stond vroeger de Hanslijnen miniatuur. Die is inmiddels helemaal weg. En je ziet wat een bende het is hier. We zijn aan het opruimen, we zijn aan het opbouwen. Hier komt Engeland-Schotland in miniatuur. Dat wil zeggen, bergen van 3 meter hoog, spectaculaire vergezichten, spoorbruggen, viaducten. Het wordt ontzettend spectaculair. Natuurlijk gaan we hier bijzondere verhalen vertellen over het verleden en het heden van Engeland en Schotland. En natuurlijk interactieve drukknoppen. Zoals je kan zien hebben we een mooie doorkijk gemaakt tussen winkel en restaurant. De hele ruimte oogt gelijk een heel stuk gezelliger. We gaan nog hele grote foto's van de miniatuurwereld in het restaurant ophangen, zodat we daar de sfeer nog verder kunnen verhogen. En niet in de laatste plaats, je kan gelijk zien het buffet waar je onze overheerlijke patat kan kopen.